Ja, op het kunstgras hier in Bern moet Feyenoord de koppositie in de pool proberen te verdedigen. En dat zal toch wel lastig worden, want de ploeg, Young Boys, de tegenstander, is toch een ploeg in vorm. En we weten allemaal, de resultaten van Feyenoord zijn de laatste weken niet je van het. En sowieso moet Feyenoord het eigenlijk van met name de thuiswedstrijden hebben. En als je dan toch ook nog erbij optelt dat Rick Karsdorp en Nicolai Jurgensen in Rotterdam achter zijn gebleven vanwege lichte blessures. En ja, de spits Nicolai Jurgensen die kan sowieso in deze fase van zijn opbouw nog niet op kunstgras acteren, wordt het sowieso een moeilijk verhaal. Feyenoord heeft sowieso ook geen jonge spits meegenomen. Nou, voor Bannes is met een vertegenwoordigend elftal van Oranje weg. Ja, en dus is toch de vraag, hoe gaat Japstam spelen? Misschien gaat hij wel zijn elftal aanpassen en bijvoorbeeld in een 5-3-2 formatie hier acteren. Nou, op de persconferentie ging het ook nog over verdediger Marcos Senesi, die eindelijk afgelopen week in de basis stond in die wedstrijd tegen Heracles. Ja, het was geen gelukkig debuut, maar Jaap Stam vertelde op de persconferentie, ja, dat hij toch uiteraard nog heel veel vertrouwen heeft in Marcos Senesi. Uiteindelijk is het altijd zo, als je dus bepaalde spelers haalt en die in de ogen van heel veel mensen heel veel geld kosten en niet altijd het juiste bedrag is wat genoemd wordt. Nou ja, als hij dan niet speelt of hij speelt wel, dan wordt hij onder vergrootglas gelegd en dan gaan mensen op hem letten. En ja, er zijn andere clubs in Nederland die kopen spelers voor heel veel meer en die zitten ook op de bank, maar daar kraait geen haan naar. Alleen bij Feyenoord is dat wel zo. En dat mag ook en dat moet ook, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want je moet ook kijken naar de kwaliteiten die je hebt, wat je binnenhaalt en wat kunnen die leveren. Hebben die tijd nodig om te acclimatiseren binnen zo'n selectie, binnen zo'n groep. Alleen ja, soms zijn we wel heel snel in het geven van een oordeel.